Ja, ik heb net post gekregen. En hij heet vanuit Nederland. Leuk om zulke dingen te krijgen, weet je. Word je blij van. Even kijken wat erin zit. Foto's. Van vriendin, van mij. Mijn kleine. Mijn stiefkind. Heerlijk. Word je blij van. In de serie Hens aan Dek volgt de Telegraaf de bemanning van het schip de Karel Doorman. Zij zijn op missie in het Caribisch gebied om de eilanden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ik ben Bob, ik ben 23 jaar. Ik heb een corporaal verbindingsdienst aan boord. Wat het inhoudt is dat ik ervoor zorg dat wij van buiten onze netwerken en internet binnenkrijgen. En ervoor zorgen dat schepen met elkaar kunnen communiceren. Zo, we zijn de haven uit en ik heb op dit moment de Zeeland hier naast me liggen. Hij bereikt, daar is hij. We varen nog een stukje door en dan zullen we daarna een rendezvous point uitkiezen. Daar zullen wij aan gaan vangen met onze voorrading. En ik denk dat het wel leerzaam gaat worden voor beide partijen. We zijn nu bezig met het overschieten van de eerste lijnen. De eerste schietlijn is nu over. Dat is de eerste verbinding tussen de twee schepen. We zullen volgens de slangen komen om mee te bevoorraden voor brandstof, voor het water. En dan kunnen we daardoor gaan bevoorraden. Op dit moment een beetje hectisch op de brug. Iedereen wil alles zo goed mogelijk hebben. Normaal gesproken doe ik zelf de bevoorrading op de brug qua verbindingen. Maar omdat wij nu heel veel tijd hebben, is het nu ook een mooie gelegenheid om mensen af te toetsen voor hun takenboek. Druk bezig. We krijgen ook nog een helikopter op het dek van de Zeeland. En, dus dat maakt het wel weer extra speciaal. Ik ben Roy Magnak. Ik ben 26 jaar. Ik kom uit Amsterdam Zuidoost. Ik ben Ivno Walke. 28 jaar. Ik ken de heer Walke al zeker wel 15 jaar. We wonen bij elkaar in de straat, zeg maar. Dus een blok achter mij woont de heer Walke. En ja, we hebben gewoon heel veel dingen samen gedaan. Vroeger zie je me gewoon als mijn broer. We konden van elkaar leren en elkaar op de juiste pad houden. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Ik ga de heer Walke even filmen. Wat verkoopt hij in de toko? Dus hopelijk is die open. Welkom. Ik ga even laten zien wat ik allemaal verkoop. Ik heb wat sigaretten natuurlijk. Een van de main things. Fashion. Dior, je weet toch? Gucci. Navy, je weet toch? Gucci Max Navy, je weet wat we doen toch? Samenwerking. Ja, voor die zware oksels. Voor die super zware oksels. Spijtig. Heftig. Nog meer, wat heb je nog meer voor die droge lippen? Droge lippen. Maar die bloedlip scheuren moet je. Beter. Zet een beetje op je lippen. Niet voor ons, maar. We hebben het wel. Snap je, voor die mannen die verbranden. Hebben we. Zonnebrand. Een lipje te ruiken hebben we. Parfum. Quarantaine korting. Daar houden we van. Hier doen we aan fashion. Fashion. Meest. Wat kom je kopen, meest? Ik kom alleen even kijken wat ze... Ja, maar je kan niet komen kijken, man. Je moet iets kopen. Als je hier bij die raam staat, moet je iets kopen. Zeg maar. Ja, je moet dat krijgen. I get paid till next week. Sterk. Lies. Ja, kom. Ik ga altijd bij me aanbellen. De deur is altijd open, mijn raam is altijd open. Dan kan je gewoon je dingen komen kopen. De witkantjes. Hey, lekker banaantje erbij. Heerlijk. Onthoud ik. Durf maar niet terug te komen, hè. Later, jongen. Later. Hoi.
Nou ja, ik vind het wel prachtig. Geef je een super fijne middag, hè? En zien we snel weer. Mazzels! We hebben vandaag post binnengekregen. Ivno, wat zijn we aan het doen? Even foto's hangen, man. Ik heb post gekregen van mijn wife, weet je toch? Mijn kleine, haar kleine. Lekker. Even mezelf even ophangen, weet je toch? Word je gewoon blij van. Krijg een goed gevoel van, weet je toch? Hang iets. Snap je? Zo lekker wakker worden zo, snap je? Dingen, je moet gewoon dingen ophangen, foto's. Dat is belangrijk.